Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 72 en daarvan het eerste en het zevende vers. Geef, Heer, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan het koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. En wat er verder volgt in vers 1 en vers 7 van Psalm 72.
gaan nu luisteren naar de heilige wet van de Heere, onze God, en de samenvatting daarvan. En daarna zingen we Psalm 40 en daarvan het derde vers over hem die helemaal is toegerust om de wet volkomen te vervullen. Psalm 40, het derde vers. Dat zingen we naar de lezing van Gods heilige wet. En God sprak al deze woorden. Hij zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus, die zelf de wet volkomen vervuld heeft, die vatte die samen met deze woorden toen hij zei, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Thank you.
Laten we nu samen bidden. Heere, grote God van de hemel en van de aarde, van alles wat in het bestaan geroepen is, leven ontvangen heeft, ja, God van het leven. Het is midden in het leven dat wij tot u naderen op deze zondagmorgen. Vanuit deze kerkdienst. We hebben met elkaar al een paar psalmen gezongen. Die oude beden van de koningspsalm. Van die psalm die zingt van het gebed voor de zoon van de koning. Dat hij regeren zal en beheren zal. Rechtvaardig, wijs. En goed, we hebben gezongen uit psalm 40, ook zo'n oude psalm. Psalm die zingt over al die offers die gebracht zijn in de loop der tijden. Voor ons is dat ver van ons bed. We kunnen ons daar ergens maar weinig bij voorstellen, bij die oude offerdienst in de tabernakel en later in de tempel. Maar dag in dag uit werden daar de offers gebracht tot eer van u, uit verootmoediging van onze kant, uit dankbaarheid, in afhankelijkheid. En al die offers. Het was niet perfect en het was nooit genoeg. Totdat, zingt die psalm, totdat die ene daar was, die zei: ik. Ik ben helemaal aan u toegewijd, met lichaam en ziel, van top tot teen, met huid en haar, in leven en in sterven. En wij zien in die oude psalm, al voor ons oog oprijzen en tevoorschijn komen, de Heer Jezus Christus, het kind van Bethlehem, de zoon van Nazareth. En wij willen u vragen, Heere God, dat we hem vanmorgen mogen zien. Hier in deze nieuwe kerk in Katwijk aan Zee. En dat we ogen van geloof zullen krijgen. En dat dan al het onze van ons af mag vallen, van ons afgenomen wordt. En dat we ons aan hem zullen laven. En dat ons hart zich aan hem zal optrekken. En dat wij vreugde in hem vinden en vergeving en verzoening, barmhartigheid en ontferming, genade. Zelfs voor de grootste der zondaren. En dan zitten we hier met al onze zorgen en al ons zuchten en al ons getop en al ons gespartel en geworstel. Met de barsten en de breuken, met de vreugde en de voorspoed, met de blijdschap en wat goed mag gaan. Maar te midden van alles, donker en licht, roepen we uw naam aan en bidden we. Met en voor elkaar, vanuit het midden van de gemeente al hier verzameld, dat u op ons neerziet in genade, dat uw geest in ons midden aanwezig is, dat uw woord met kracht zal uitgaan. En denk aan ons hier in de kerk, maar wilt u ook denken aan hen die thuis met ons verbonden zijn, die door ziekte of om welke reden ook verhinderd zijn om hierheen te komen, nu. Ook aan hen die op een later moment deze dienst meebeleven, nabeleven. Denk aan ons over de kerkmuren heen, in andere kerkgebouwen, in dit dorp, daarbuiten, wereldwijd. Kom, Heere, doe niet met ons naar onze zonde, maar zie ons aan in hem, die volledig is toegerust om de zonden teniet te doen. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen.
We gaan nu samen uit de Bijbel lezen. En ik wil vanochtend met u lezen uit Matteüs 12. Vanaf vers 9 tot en met vers 21. Dus we lezen met elkaar uit Matteüs 12 vanaf vers 9. Waar Matteüs vertelt over Jezus en schrijft: en hij vertrok vandaar en kwam in hun synagoge. En zie, er was iemand die een verschrompelde hand had. En ze vroegen hem: is het ook geoorloofd om de sabbatdagen te genezen? Dit om hem te kunnen beschuldigen. Hij zei tegen hen: welk mens onder u die één schaap heeft, zal niet, als het op de sabbat in een kuil valt, grijpen en het eruit tillen? Hoeveel gaat niet een mens, een schaap, te boven? Daarom is het geoorloofd op de sabbatdagen goed te doen. En toen zei hij tegen die man: steek uw hand uit. En hij stak hem uit en hij werd hersteld, gezond als de anderen. De fariseeën gingen weg en beraadslaagden tegen hem hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Maar Jezus wist dat en vertrok vandaar en veel menigten volgden hem en hij genas hen allen. En hij gebood hun streng dat ze niet bekend zouden maken wie hij was, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet Jesaja toen hij zei: zie, mijn knecht, die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Hij zal niet twisten en niet roepen en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Het geknakte riet zal hij niet breken en de walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. En op zijn naam zullen de heidenen hopen. Tot zover de schriftlezing. Ik mag u nu de collecte aankondigen. Onze gaven worden op deze zondag gevraagd in een drietal collecten, waarvan de twee zo dadelijk zullen plaatsvinden. Daarvan is de eerste bestemd voor de diaconie, met als bestemming woord en daad. En Woord en Daad werkt onder andere in Ethiopië samen met de organisatie Hope for Justice om straatkinderen op te vangen. Deze straatkinderen krijgen een kans op een betere toekomst door een klein bedrijf te starten, een vak te leren of te studeren. Dit project is voor deze kinderen van levensbelang. Ze krijgen weer hoop op een beter leven. Het Woord en Daad Comité in Katwijk steunt naast dit opvangproject ook andere kinderen zonder perspectief uit Ethiopië. Meer informatie vindt u in de kerkbode van deze week. Van harte deze collecte bij u aanbevolen. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de restauratie van de nieuwe kerk. En die vindt plaats bij het verlaten van de kerk. Verder wordt u meegedeeld vanuit de Algemene Kerkenraad dat er geen namen zijn ingediend voor het vervullen van het voorzitterschap van de Algemene Kerkenraad. Hiermee is de huidige preses, de voorzitter Jaap van der Plas, voorlopig herkozen voor een nieuwe ambtstermijn. Indien er bezwaren zijn tegen de gevolgde procedure of tegen zijn herbevestiging, dan kan dat schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de scriba van de Algemene Kerkenraad tot vrijdag 5 april 2024. Tot zover deze afkondigingen. We gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 146, naar aanleiding van het gelezen Bijbelgedeelte. Zingen we uit Psalm 146, vers 5. Het is de Heer die het rechte der armen, der verdrukten gelden doet. Vers 6 en ook vers 7. Psalm 146, vers 5, 6 en 7. Thank you.
Straks, na de preek, zingen wij Psalm 22 en daarvan vers 12. Psalm 22, vers 12, zo dadelijk na de preek. En gemeente, jongens en meisjes, de tekst voor de preek is Matteüs 12, vers 19. Daar staat: hij zal niet twisten en niet roepen en ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Thema is de stille knecht. Wat een tekst, zou ik zeggen. Wat een woord vanochtend. Want kom er eens om, hè. Iemand die niet twist, iemand die niet roept en iemand die zijn stem op straat niet laat horen. Vind er maar eens een van, toch? Ik bedoel, ik was bij de bakker afgelopen maandag. Er was nog een klant, een wat oudere man. Terwijl ik op brood stond te wachten, raakte die man in gesprek met een van de vrouwen die er aan het werk was. Ze hadden het over de voetbal. Of de mooie wedstrijd was, vorige week zaterdag. Ik denk, zo stilletjes meeluisterend met mijn grote oren, ik denk dat het ging over een wedstrijd van een van de kleinkinderen van die man. Ja, zei hij, het was een mooie wedstrijd. Ze hadden gewonnen, maar zei hij, die verruwing, dat duwen en dat trekken, dat schreeuwen en dat schelden, niet normaal, zo jong al. Daar moeten ze echt wat aan doen, daar moeten ze echt mee stoppen. Ik was gelijk weer even blij dat ik niks met zo'n voetbal te maken heb. Beetje flauw misschien, maar. Maar je hoeft er natuurlijk niet voor naar het voetbalveld. Ga even bij een schoolplein staan, zou ik zeggen. Of bij een stelletje kinderen die ergens buiten aan het spelen zijn. Wat een geschreeuw. Laat ik trouwens niks zeggen. Kom eens een keer met ons mee eten thuis aan tafel. Wij kunnen er ook wat van. De een schreeuwt nog harder dan de ander. En dat is niet alleen bij ons zo, zo begrijp ik regelmatig. Dat schreeuwt maar door elkaar heen. U herkent het misschien maar al te goed. En ik herinner mij verjaardagen van mijn opa en oma. Ze leven niet meer, maar vroeger, in hun goede jaren, die verjaardagen, het was een heel gebeuren, vooral 's avonds. Dan zaten voor in de kamer de mannen te schreeuwen tegen elkaar op en achter de vrouwen tegen elkaar op. En als er alcohol op tafel kwam, dan gingen ze alsmaar harder schreeuwen en de ene sigaret naar de andere werd opgestoken en het huis kwam blauw te staan van de rook. Dat herkent u misschien ook wel trouwens. Ach. Waar doen mensen het niet, hè? Schreeuwen. Wat een geschreeuw overal. Op het werk, in de politiek, op X, noem maar op. Gebrol van de microfoon. Grote woorden. Altijd maar bezig elkaar te overtroeven en te overbluffen, te overschreeuwen. Stiekem vaak ook bezig natuurlijk om jezelf te overschreeuwen. En altijd maar bezig om te proberen indruk te maken, om de aandacht te trekken, om je te laten gelden, om de sterkste te zijn en de beste en de grootste en noem maar op. En altijd niet voor elkaar willen onderdoen, altijd tegen elkaar op, altijd die geldingsdrang van ons en dat haantjesgedrag. Schreeuwen, roepen, je stem verheffen, van je laten horen. Het kan trouwens ook nog op een andere manier. En dat noem ik even omdat dat ook in onze tekst bedoeld zou kunnen zijn. Er is uitlegkundig, exegetisch, is er aanleiding toe om daar rekening mee te houden. Dat het ook nog om een andere manier van roepen kan gaan. Er is ook natuurlijk een roepen uit nood, uit angst, uit wanhoop. Als ik bijvoorbeeld in Overduin loop, dan hoor ik daar wel eens mensen roepen. Zuster! Zoiets. Soms scheelt een kind het uit, hè? Mama!
En een heel enkele keer heb ik in mijn leven mensen kreten horen snaken die ik nooit meer vergeten zal. Uit het diepst van het hart, vol van onbeschrijfelijk verdriet en woordeloze pijn. Echte oerkreten, zo rauw, die dwars door de ziel heen snijden. Ja, zo gaat dat. Zo schreeuwen wij om ons groot te maken of omdat ons hart dreigt te breken. Maar zo doet Jezus dus niet. Sst, zegt hij. Sst. Mond houden. Niet doorvertellen hoor. Hij is weer bezig met het genezen van mensen. Net als in Matthäus 8, wat we pas lazen, 2 weken terug, 's avonds in de Ichterskerk. Misschien was jij er ook bij. En even tussendoor, hier in Matthäus 12, vers 15, lees ik precies dezelfde woorden als in Matthäus 8, vers 16. En misschien wel aardig, om even te weten, om even te zeggen, als het over dat genezen gaat, want dat staat er, genezen, dan staat daar in de Griekse taal van het Nieuwe Testament een woord dat wij wel kennen. Dat is namelijk ook in onze taal terechtgekomen. Dat is het woord in onze taal therapie. Jezus als de grote therapeut. Zijn handelen als therapie. Het evangelie als therapeutisch. Even tussendoor dus, maar dat moet je maar onthouden, zou ik tegen je willen zeggen. Knoop het in je oren, bewaar het in je hart. Het evangelie als therapeutisch. Genezend, helend. Maar goed, dat even tussendoor. Na al dat therapeutisch werk dus, legt Jezus als het ware zijn vinger op de mond. En dan zegt hij, sst, aan niemand vertellen. Wat? Wat aan niemand vertellen? Wie ik ben. Niet overal gewoon rondbezuinigen hoor. Wie Jezus is. En als Matthäus dat dan zo vertelt, hè, dat doet hij dan, als hij dat dan zo vertelt, dan moet hij meteen weer aan het Oude Testament denken. Zoals Matthäus bij Jezus steeds aan het Oude Testament moet denken. En zoals wij dan tegen elkaar zeggen, als je Jezus echt wilt leren kennen, wie wil? Hè? Als je Jezus echt wilt leren kennen, dan moet je maar veel lezen in het Oude Testament. Want in het Nieuwe Testament vallen als het ware de puzzelstukjes op hun plaats. In het Nieuwe Testament is eigenlijk... Dat Nieuwe Testament is eigenlijk niet te begrijpen als je het Oude Testament niet kent. Ze horen echt bij elkaar, oud en nieuw, één geheel. Je moet ze nooit van elkaar losmaken. Nou, Matthäus moet dus denken, even dan, hier aan het Oude Testament weer. En hij moet weer denken aan de profeet Jesaja, net als 2 weken terug bij dat stuk uit Matthäus 8. Toen moest hij denken aan Jesaja 53. En nu? Nu moet hij denken aan Jesaja 42. In Jesaja 42, ik zal het u vertellen, als u dat niet paraat hebt als kennis. Maar dan gaat het erover dat God iemand aanwijst. En dat God dan zegt, kijk, dat is mijn knecht. Mijn knecht die voor redding gaat zorgen. In de woeste volkerenwereld. Te midden van alle zonden en alle wonden. Te midden van alle krachten en alle machten die knechten en die knakken. Zie mijn knecht, zegt God dan. Daar heb je hem. Jesaja 42. En Matthäus, hij ziet Jezus zo bezig en hij hoort hem zo spreken. En hij ziet hem als de knecht van God. Als Matthäus Jezus zo hoort zeggen dat de mensen niks over hem moeten zeggen. Dan moet Matthäus meteen denken aan die woorden uit de profetie van Jesaja over de knecht des Heren. Dan moet hij denken dat God dan zegt bij monden van Jesaja. Die knecht die ik aanwijs, die zal niet twisten en niet roepen. En ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Kijk, denkt Matthäus, daar heb je hem, de knecht des Heren. De knecht van God. Jezus is het. En dus, over Jezus gesproken. Jezus gaat liever stilletjes zijn eigen gang. Ik weet niet wat voor beeld u van Jezus hebt, maar Jezus gaat liever stilletjes zijn eigen gang. Hij treedt het liefst op zonder stemverheffing of grootspraak, zonder de microfoon te pakken, zonder camera's erbij te roepen, zonder het podium op te gaan, zonder in de spotlights te komen, zonder de publiciteit te zoeken, zonder tromgeroffel en trompetgeschal, zonder enige show of entertainment, zonder demonstratief de aandacht te trekken, zonder populair te willen worden, zonder compleet mediacircus.
zonder enige schreeuw, wars van woordenstrijd, niet opzichtig of optochtelijk, maar laat Jezus maar in stilte zijn ding doen. Nou dat is de tekst. En wat vind je daar nou van? Wat denk je dan bij jezelf? Als dit Jezus is. Niet twisten, niet roepen, zijn stem niet laten horen. Wat denk je dan? Weet je wat ik dan denk bij mezelf? Ik vraag me af, is er voor hem eigenlijk dan wel plek in deze wereld? Is er dan voor hem eigenlijk wel plek hier op aarde? Misschien nog concreter, hè, wat dichterbij. Ik vraag me af, is er voor hem wel plek in uw leven? En is er voor hem dan eigenlijk wel plek in jouw wereld? En laat ik de vraag ook aan mezelf stellen, is er voor deze Jezus plek bij mij dan? Nou ja, hoezo zeg je? Nou, hoezo? Ik denk wel even terug aan de dingen die ik net aan het begin van de preek zo noemde. Je moet bij ons vaak best hard schreeuwen om er bovenuit te komen, toch? Of om ertussen te komen. Je moet bij ons vaak veel herrie maken, echte aandacht trekken om er doorheen te kunnen komen. Toch? Er zijn heel veel mensen, misschien ook u, misschien jij, die thuis heel de dag de tv aan hebben. Of de radio. Of je zit de hele dag naar allerlei internetkanalen te luisteren. En als je naar buiten gaat, dan pak je die koptelefoon of doe je die oordopjes in of die oortjes. En zo laten we dag in dag uit ons hoofd en ons hart vollopen met allerlei stemmen en klanken en geluiden. Altijd maar stemmen hebben ons en altijd maar lawaai. En dat roept en schreeuwt en schettert en tettert maar door elkaar heen. Het loopt allemaal luidkeels te oreren. Dan vraag ik me af, wat moet Jezus dan in deze wereld beginnen? Zeg. Als hij niet twist, als hij niet roept, als hij zijn stem op straat niet laat horen, als hij zich niet in de strijd om de aandacht wil mengen, dan kan hij toch vergeten. Kan je daar bang voor zijn, hè? Ik hou mijn hart vaak wel vast aan anno 2024. Dan denk ik, hoe krijgt Jezus ooit nog een voet tussen de deur bij u, bij jou en bij mij? Wat moet zo'n stil figuur in deze schreeuwerige wereld nog beginnen? Zoals wel meer in het algemeen wel steeds vaker lijkt, alsof er voor stille mensen in onze drukke wereld geen plek meer is. Bovendien, nog scherper, ja, het is ook nog eens de vraag of wij echt wel op zo eentje zitten te wachten. Is hij sowieso wel welkom dan? Of denk je bij jezelf, wat heb je aan zo eentje? Dat je denkt, iemand die niet twist, die dus niet in discussie gaat, die niet roept, die in het openbare leven niet van zich aftettert, wat heb je eraan? Dat je bij jezelf denkt, hebben wij niet juist iemand nodig die wel zijn stem verheft? Iemand die eens een klap erop geeft. Iemand die juist krachtig opstaat tegen alle onrecht en alle onrechtplegers en al die praatjesmakers. Hoe komt er anders ooit een einde aan? Dat je denkt, ja, deze wereld waarin we leven, die schreeuwt toch om een sterk figuur, de grote man. Iemand met een gouden mond, iemand met vlammende woorden. Iemand met profetische gloed, iemand met een vurig optreden. Iemand die voor alle oren verstaanbare woorden spreekt en zegt waar het op staat. En die de geesten in vervoering brengt. Iemand die heilig enthousiasme wakker roept en die vol vuur zit en vol van geestdrift. Laat er een held komen, denk je dan misschien bij jezelf. Laat er eens een echte wereldleider opstaan. Waar zijn de grote mannen vandaag de dag? Ja, is het niet zo dat we juist naar zo iemand zitten te verlangen op deze aarde? En af en toe dan lijkt het er misschien even op dat er eentje opstaat. Maar het valt altijd weer tegen, hè? Het duurt een paar maanden soms, op zijn hoogst een paar jaar. Maar dan dooft het vuur weer. Dan denk je, oh, is dat het? Toch ook weer een gewoon iemand. In de Verenigde Staten, wat jaren geleden, Obama, toen hij verkozen werd. Zijn redenaarstalent. De woorden die hij sprak, grote verwachtingen wereldwijd. Later bij anderen Trump.
Nog niet zo lang geleden bij ons Omtzigt. Hooggespannen verwachtingen. En zo kan je er zoveel noemen, maar ze zijn niet wat je ervan verwacht had. Je komt altijd weer bedrogen uit. En al dieper nestelt zich de teleurstelling in ons hart. Ik merk het trouwens ook in de kerk, hè? Dat verlangen naar een sterke leider. Dat verlangen naar een charismatisch figuur. Dat verlangen naar een dominee die de gemeente uit het slop haalt en die het tij weet te keren. Het is mij wel eens recht in mijn gezicht verweten dat iemand zei dat ik daar veel te weinig van heb. Ach, ik voelde me totaal niet beledigd. Want ik wil zo'n figuur helemaal niet zijn. Ik wantrouw charismatische figuren. Ik heb te veel gehoord en te veel gezien. Ik heb het er niet op. Maar dan nog. Ik zie hoe we ook in de kerk en in de gemeente bezig kunnen zijn om te proberen een sterk merk neer te zetten. Om schreeuwerig te gaan doen. Om activistisch te worden. Om mensen te winnen. Om jongeren vast te houden. Of om in deze wereld toch nog mee te tellen. Of alleen maar desnoods in de kerkelijke wereld toch nog mee te tellen. Om wat voor te stellen. We gaan de krachtmeting aan. We gaan de spierballen spannen. Zo. Ja, want het is de taal van spierballen en van wapengekletter. Wij lijken wel te verlangen naar de grote man die zijn krachten laat zien. In de wereld en in de kerk. Trouwens, daar is natuurlijk ook dat andere. Laat ik het niet vergeten. Wat ik net zei, ook uitlegkundig, kan het zijn dat je hier moet denken bij dat roepen en je stem verheffen, de stem op straten laten horen. Het kan ook zijn dat het gaat om een manier van roepen, om schreeuwen uit wanhoop, hè, zei ik. Roepen om hulp, dat je je stem verheft in weeklachten en geschrei, als de verliezer, dat je alles kwijt bent, dat je alles verloren bent, dat je hart breekt, dat je denkt, er is geen hoop, er is geen toekomst meer, alleen maar nood en dood, alleen maar doffe ellende. En dat je zo schreeuwt. Soms hoor je daar ook wat van in deze wereld, hè, van dat geroep. En in de kerk soms ook de jammerklacht. Ach, ach, ach. Och, och, och. En soms is daar ook het verlangen dat Jezus daaraan mee zou doen. Dat verlangen kan je ook hebben, ook als je hier vanochtend in de kerk zit of thuis met ons verbonden bent. Je kunt het verlangen hebben dat Jezus daaraan mee zou doen. Aan dat gejammer dat hij naast je komt zitten, dat hij zijn arm om je heen slaat en dat hij het met je mee uitscheelt van doffe ellende. Maar dus niets daarvan. Van het een niet en van het ander niet. Niet van het roepen in grote woorden en niet in het roepen van doffe woorden. Matthäus ziet Jezus zo bezig. En hij hoort Jezus zo zeggen, sst, niet doorvertellen. En Matthäus herinnert zich het woord van de profeet. Hij zal niet twisten en niet roepen. Ook zal niemand zijn stem op de straten horen. Jezus mengt zich niet in ons geschreeuw. Hij jammert niet met ons mee. Hij tettert ook niet met ons mee. Jezus is niet op deze aarde gekomen om te wanhopen. En hij is ook niet op de aarde gekomen om met eigen wapens de wereld te bestrijden. Wapengeweld is niet zijn taal. Grootspraak ook niet. Een politieke messias is hij niet. Voor politiek heeft hij zich nooit aangemeld. In een debat heeft hij nooit opgetreden. Hij heeft zich nooit met de politiek bemoeid zelfs. Alle aardse verwachtingen van hem, als die vanochtend hier in de Nieuwe Kerk aanwezig zijn, alle aardse verwachtingen van Jezus moet ik u uit handen slaan. En alle wereldse ideeën over hem kunnen de prullenbak vanochtend in. Doe dat maar, gooi al die wereldse ideeën over hem maar de prullenbak in. En ik las bij Johannes Calvijn dat hij zegt, Jezus, o Jezus is er niet op uit om zichzelf op te kloppen en hij zit niet op applaus te wachten. En hij is niet uit op politieke onrust, maar hij wil ons juist leren, ook hier, dat hij zo anders is als aardse koningen en heersers. Hier klinkt vanochtend in de Nieuwe Kerk een tegengeluid en een tegenstem. Het is zo anders dan hier op aarde. Dat wil hij ons leren. En ik las ook in een commentaar op dit Bijbelgedeelte, Jezus laat zich ook niet gaan in nagejammer. Want hij laat zich niet inpakken en intimideren door de machten die hem proberen van het leven te beroven.
Nee, nog het een, nog het ander. Jezus gaat rustig door. In stilte doet hij zijn werk. Bijna onopvallend. Op zijn eigen manier. En wat is dan zijn manier? Dan moet je vers 20 erbij lezen. Hij heeft oog voor het kwetsbare. Het zwakke. Het onaanzienlijke. Het gekrookte riet. Het geknakte riet. En de rokende, de walmende vlaspit. Wat dof is en broos en zwak en kwetsbaar en gebroken. Daar gaat hij op af. Niet het grote, maar het kleine. Gemeente, als u Jezus zoekt in je leven ook. Als je hem wil leren kennen, moet je niet naar de grote zalen van Jeruzalem. Moet je niet naar het toneel van deze wereld. Moet je niet naar de praatprogramma's en de discussiegroepen. Als je hem zoekt en als je hem wil leren kennen, moet je hem altijd zoeken op plekken waar mensen zijn die zich door hun zonden en door hun wonden niet meer op de been kunnen houden. Daar moet je zijn, wil je hem vinden. Waar mensen zich door hun zonden en door hun wonden niet meer op de been kunnen houden. Vaak moet je daar zelf ook iets van kennen, wil je daar komen. Want zolang je vrolijk doorstekkert in eigen kracht, kom je niet op zulke plekken. Maar daar is hij. En daar komt hij zelf uit eigen beweging. Zulke mensen zoekt hij op. Of door zulke mensen laat hij zich vinden als ze hem opzoeken. En daar laat hij zich dan kennen, vol ontferming, vol genade, in zachtmoedigheid, met een bewogen stem, als de therapeut voor lichaam en ziel. Genezend, vergevend, helend en heilzaam. Laat de wereld maar schreeuwen, gemeente. Jezus doet er niet aan mee. Laat in de kerk ook maar geschreeuwd worden, maar Jezus doet er niet aan mee. Schreeuwers zijn altijd druk bezig met zichzelf immers. Het is altijd eigen ik, 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 ik. En het geschreeuw van deze wereld gaat altijd over de rug heen van de zieken en de zwakken. Die worden er nooit beter van. Die laten we met al onze dikdoenerij lelijk in de kou staan. Maar zo is Jezus niet, die doet juist andersom. Jezus laat de schreeuwwereld in de kou staan. Onze spelletjes, daar bedankt hij voor. Hij is erop uit om zich te ontfermen over afzonderlijke mensen. Mensen met geknakte levens en kwijnend bestaan. Door met zijn liefde en barmhartigheid in hun leven te komen. Nog een keer Calvijn dan. Calvijn zegt dan, en Jezus wil ons hiermee des te meer leren. Dat je bij hem moet zijn. Jezus wil ons hiermee des te meer tot zich trekken, omdat hij zo vriendelijk is. Zo benaderbaar, zo dienstbaar. Is dat niet mooi, gemeente? Hij twist niet, hij roept niet. Hij tettert niet mee met de praatprogramma's. Maar hij doet zijn stille werk in ontferming. Opdat u, opdat jij, opdat ik des te meer tot hem zouden komen. Getrokken worden, vanochtend. Dat je getrokken wordt tot hem met al je zonden, met al je wonden. O, wie heeft dit woord vanochtend nodig dan, gemeente? Wie heeft erop zitten wachten? Wie is zo naar de kerk gekomen? Wie hunkert ernaar? Wie heeft deze Jezus nodig? O, zie dan, hier is hij. Met zijn evangelie, met het grote, goede, blijde nieuws van zijn ontferming. Voor armen, voor zieken, voor wie zichzelf nu niet meer in het leven heeft kunnen houden. Hier is hij, uw heiland en Heere. Echt voor u, voor jou, voor mij. Oh, eigenlijk denk ik vraag dan voor wie is hij dan? Hè? Ben je voor hem gekomen? Bent u op hem op zoek? Voor wie is het woord? Maar eigenlijk denk ik ten diepste voor ons allemaal. Wij schreeuwen allemaal nogal hard. Hè? Ook wij kunnen er wat van. Katwijkers kunnen ook lekker schreeuwen natuurlijk. Maar ten diepste hebben we allemaal een schreeuwende behoefte aan deze Jezus. Wij met al onze zonden en al onze wonden. Ten diepste, stop nou eens met al dat geblaat dat er overheen schreeuwt. Jezelf overschreeuwen, elkaar overschreeuwen. Word dan stil voor God en stil voor Gods aangezicht en eerlijk voor de Heere. En je weet, deze heb je nodig. Deze Jezus die zich ontfermt over gebroken mensen. En mensen met een schuld zo groot. En zoveel schaamte en zoveel schande.
Stop dan toch met dat geschetter en dat getetter. Maak nou niet zoveel drukte en ga niet op in de waan van de dag en stem niet af op het ene actualiteitenprogramma naar het andere of weet ik wat. Maar let nu toch eens op hem. Mag ik dat aan u meegeven voor deze nieuwe week? Let nu toch eens op hem. Mag ik dat aan u meegeven voor deze stille week? Let nu toch eens op hem. Hij zal niet twisten, hij zal niet roepen. Niemand zal zijn stem op straten horen. Wat een tekst, wat een woord, ja wat heerlijk. Mag ik dan nog heel even het lijntje doortrekken? Kijk eens even met me mee. Wat voor dag is het vandaag dan? Zondag, zeg je. Ja, wat voor zondag is het vandaag dan? Het is geen gewone zondag, hè, op de kerkelijke kalender. In de kerk hebben we onze eigen agenda en onze eigen kalender. Wij doen het met de wereld mee, ook daarin niet. Het is volgens de kerkelijke kalender vandaag Palmzondag. Het is de zondag voor Pasen. Het is de zondag voor Goede Vrijdag. Het is de zondag van de intocht van Jezus in Jeruzalem. Eigenlijk had ik misschien beter Matthäus 21 kunnen lezen, waar het gaat over zijn intocht in Jeruzalem. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Maar hoe komt Jezus dan Jeruzalem binnen? Hoe komt hij naar binnen in Jeruzalem dan? Met pracht en praal, met tromgeroffel en trompetgeschal, met paard en wagen, met een gouden koets? Oh nee, jongens en meisjes, jullie weten het ook, hè? Hoe komt Jezus Jeruzalem binnen? Op een ezeltje. Op een ezeltje. Tekenend. Niet met veel tamtam. Niet met veel bombarie. Maar klein. Stilletjes. Zachtmoedig. Benaderbaar. Als de koning knecht. Hij zal niet twisten. Niet roepen. Zijn stem op straten niet laten horen. Zie hem dan. En kijk nog eens even met me mee. Even een paar dagen vooruit naar aanstaande vrijdag. Jezus is gevangen genomen. Hij staat terecht. Hij wordt verhoord. Hij zegt geen boe of ba. Hij houdt zijn kaken op elkaar. Tot op het bittere eind blijft hij zichzelf en zijn opdracht trouw. Hij zal niet twisten. Niet roepen, zijn stem op straten niet laten horen. Dominee Belden sprak erover vorige week zondagavond hier in de Nieuwe Kerk. Dominee Westland sprak erover afgelopen donderdag in het Anker met de Paaswijkenavond. Over dat stille zwijgen van Jezus. Het gaat zo diep, zo diep. Hij laat echt heel de wereld maar over zich heen komen. Hij laat ons allemaal maar over zich heen komen zonder zich te verweren. Zonder met woord of daad van zich af te slaan. Hij draagt het. Hij verdraagt het ook. Onze zwakheden heeft hij op zich genomen. Onze ziekten heeft hij gedragen. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Hij twistte niet. Hij riep niet. Hij liet zijn stem niet horen. Stilzwijgend is hij zijn weg gegaan. Om zijn werk te doen als borg en middelaar. Als heiland en heren. Als zalig maken van zondaren. Wie zou de diepte kunnen peilen? Hij twist niet. Hij roept niet. Hij laat zijn stem niet horen. Ongekend. Slechts, dat is het laatste, dan stop ik. Slechts twee keer heb ik deze Jezus horen roepen. Dacht ik bij mezelf. Slechts twee keer heb ik hem zijn stem horen verheffen. Twee keer. In korte tijd. Toen schreeuwde hij het uit. Eén keer. Voor God, toen zijn hart brak in de bangste nood. En één keer om groot te spreken. Van zichzelf in de straten van Jeruzalem. Het was beide keren aan het kruis. We hebben het dus ook over vrijdag. Aanstaande, Goede Vrijdag. Als hij daar dan hangt aan dat vervloekte kruis. Dan barst hij uiteindelijk open met alles wat opgekropt is en alles wat hij opgeladen heeft, op zich geladen, opgespaard en opgedaan. Dan schreeuwt hij het uit terwijl zijn hart breekt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan haalt hij diep adem. En dan bezuimt hij het uit. Met laatste krachten over heel de wereld. Het is volbracht. En daarmee is alles gezegd. Hij twist niet, hij roept niet.
Hij doet zijn stem niet horen tot dan. In het beslissend uur. En daarmee is alles gezegd. En wie oren heeft, laat die dan horen. Wat de Geest ook vandaag tot de gemeente zegt. Amen. We gaan nu samen bidden. In onze voorbeden willen we denken aan mevrouw L.H. de Best van Den Oever van de Rijnmond 24. Ze is onlangs gedotterd en wacht op een nadere ingreep. Mevrouw Sonja van der Plas Kuit van de Erborgenstraat 30. Ze heeft afgelopen week de onderzoeken ondergaan in het Erasmus Medisch Centrum en wacht nu op de uitslag daarvan. Denk aan onze koster Hoek, die eind deze week een operatie zal moeten ondergaan. We denken ook aan de catechisanten, nu het catechisatieseizoen voorbij is. En aan de belijdeniscatechisanten, voor wie de laatste periode is aangebroken. Laten we samen bidden. Heren, dat is onze wereld. Het schreeuwt maar en het schreeuwt maar. Aan alle kanten, door elkaar heen, zonder naar elkaar te luisteren, om jezelf groot te maken, om je niet te laten kennen, om elkaar te overtreffen en te overtroeven, om de beste te zijn en de sterkste en de grootste, noem maar op. Maar u hebt, o grote genade, in deze wereld onder ons
grote praatjesmakers. Uw zoon gezonden. Hij deed er niet aan mee. Hij ging de wedstrijd niet aan. Bedankte voor de eer. Hij deed anders. Het gekrookte riet richt hij op. De walmende vlaspit gaf hij nieuwe olie. Wat broos is, versterkte hij. Wat gebroken is, genas hij. Wat verloren zou moeten gaan, schonk hij het leven. We mochten ervan horen vanochtend. Dank u wel, zeggen we. Laat het dan zijn zoals de wind hier aan de kap van de kerk trekt en om de toren heen waait. Dat zo uw geest krachtig met dit woord werkt om onze harten, om het in te winnen, om ons te winnen voor deze man. O God, verlos ons van onze praatjes. Verlos ons van al ons gediscussieer. Verlos ons van al dat geschreeuw en dat geblaar. Maak ons stil en eerlijk voor u. En doe ons dan ervaren dat ge niet veranderd zijt. Geef ons zicht op hem. Uw Zoon, de Heiland, Jezus Christus. En doe ons met des te meer aandacht horen als hij het aan het kruis wel uitschreeuwt. Met gebroken hart, met laatste kracht. O God, doe ons Christus kennen. Dat bidden we, voor jong en oud. Voor de kinderen, de jongens en de meisjes, de vaders en de moeders, de opa's en de oma's, wie we ook zijn, hoe we hier ook zitten. Met alles wat we met ons meesjouwen en alles wat er vanochtend ook kan zijn. Vertroost ons met het woord van het evangelie. We bidden voor elkaar. Met name denken we aan mevrouw De Best. Wilt u met haar zijn op de medische weg die ze gaat, samen met haar man. Geef alles wat nodig is en zegent u de medische kennis en kunde voor haar. Wees met Sonja van der Plas, de onderzoeken gehad, de datum van de uitslag in de agenda genoteerd. Het wachten daarop, daar hangt zoveel van af. Naar de mens gesproken, wees met haar, met haar man, het hele gezin. Onze koster, als hij eind deze week naar het ziekenhuis moet, als alles doorgaat voor een operatie, laat het hem ten goede mogen zijn en ten goede mogen komen. Zegen ook voor hem de medische kennis en kunde. Geef alles wat nodig is. Zo bidden we voor hem, zijn vrouw, het gezin. We bidden voor onze catechisanten. Het seizoen zit erop. We bidden dat er iets goeds van mag overblijven en mag meegedragen worden het leven in. Tot zegen van onszelf. Tot eer van uw naam. Tot opbouw van de gemeente. Dank u dat we elkaar mochten ontmoeten. Elke week weer. In alle levendigheid. In de bonte verscheidenheid. Zegen onze jongeren. Maak ze rijk met uw geest. Geef dat ze uitzicht zullen hebben. De weg zullen vinden. Zegen hen met hun gaven en talenten die u hen gegeven hebt. Wees met de gezinnen.
Met al het mooie van thuis. Maar soms ook dat ingewikkelde, dat lastige en dat strijdende, het opstandige, wat er allemaal niet kan zijn. Denk aan ons daarin ook. Wees met het leven dat verwacht wordt. Spaar het en bewaar het in de moederschoot. Zo bidden we. Voor kinderen en jongeren. Voor de blijdenskatgezanten ook. De laatste etappe breekt aan. Keuzes zijn gemaakt. Zegen hen. Beziel ze met uw Heilige Geest. Laat ook steeds weer mensen zijn die uw naam willen belijden. In het openbaar. Omdat u het waard bent. Denk aan de wereld. Alles wat er gaande is. Het bloed dat in Moskou weer vloeide. En op zoveel andere plaatsen. Wat een verschrikking. Wat een ellende. In Israël, Jeruzalem. Wat zien we uit naar de toekomst van die man van smarten. Dat het rijk van ontferming en barmhartigheid in volle heerlijkheid zal aanbreken. En Psalm 146 die we zongen, in volle heerlijkheid gezongen zal worden. Kom dan met uw koninkrijk en zegen daarin dan deze dag. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte met elkaar uit Psalm 136. Loof de Heer, want Hij is goed. Dat is vers 1. Dan vers 23, denkend aan de Heer Jezus, die niet met het getetter meedeed, maar zich ontfermde over het zwakke en het gebrokene, die in onze lage stand ons genadig bood de hand. En dan ook vers 26, waar nog eenmaal het refrein klinkt, want zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. 136 vers 1, 23 en 26.
gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.